Jonas de Roek, was het een nuttige oefenwedstrijd? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het belangrijk was vandaag om even de wedstrijdritme terug op te pikken. Het is toch altijd iets anders dan een training. En we hebben ook tegen een goede tegenstander gespeeld vandaag. Dus het was zeker vast een interessante en aangename wedstrijd. Twee verschillende elftallen. Hè? Eén voor en één na de rust. Waarom? Om ten eerste iedereen aan speelminuten te brengen. 45 minuten. We hebben vandaag voor de training hebben we nog extra getraind hier in de zaal. Dus we hebben terug een goede trainingseenheid gehad vandaag. En ook om twee verschillende systemen uit te proberen. En de jongens kans te geven, misschien een paar andere posities. Dus op dat gebied was het een leerrijke oefenwedstrijd. We hebben ook kennis gemaakt met de Japanner, Tommy, om hem zo maar te noemen. Heeft goed zijn best gedaan. Hè? Ja, Tommy heeft goed zijn best gedaan. Hij heeft gezien dat hij zeker fysieke kwaliteit heeft en zo. En het is een jongen met een goede ingesteldheid. En voor hem was het belangrijk om die eerste minuten mee te maken in de eerste helft. Dus ik denk dat hij wel ervan genoten heeft. En nu kan hij eindelijk aan zijn binnenkomst beginnen. Ja. En dan Nietzscheeuw. Komt uit de belofte. Ja, ja mooi. Hij heeft ervoor al met ons getraind dit jaar. Hij is een jonge gast en heeft zeker potentieel. Hij is een goede werker. Scoort gemakkelijk bij de belofte toch? Ja, hij scoort zijn doelpunten en heeft een neusje voor doelpunten. Maar hij is vooral iemand met een goede ingesteldheid. Voor zijn jonge leeftijd ook krachtig en snel. Dus die gaan nog regelmatig zeker proeven van de A-keren. Ja, er waren nog een aantal jongens uit de belofte bij. Om ze te leren bij die A-ploeg te spelen? Ik denk het wel. Ik denk dat het belangrijk is dat ze die feeling krijgen om met de A-ploeg te mogen meedoen. Het is toch allemaal een beetje een stapje rapper. Het is andere omstandigheden. En dan kunnen ze er eventjes aan proeven. En dan weten ze waarvoor ze eigenlijk moeten werken. En waarvoor ze eigenlijk hun doel moet zijn. Dus ik denk dat het altijd zinvol is om als je talentvolle jonge gast hebt in de club om te laten doorgroeien. En dus daarvoor zijn die oefenwedstrijden een ideale gelegenheid. Dan, het was 2-2. Tussen haakjes, niet zo belangrijk zeker, hè? Nee, ik denk, we mogen niet vergeten, we hebben de laatste dagen heel zwaar getraind. De jongens hebben deze week hun fysieke prikkels gehad, dus vanmorgen ook nog. Dus dan zie je dat de frisheid niet aanwezig is op het begin. Dus, maar het was een goed doorgedreven training vandaag, dus het resultaat was bijzaak vandaag. De jongens hebben een goede trainingseenheid vandaag geleverd. En morgen nog één keer trainen en dan kunnen ze genieten van een weekendje rust.